zo snel mogelijk een einde aan. Premier Rutte en zijn ministers zijn nu op de EU-Afrika-top in Ivoorkust. En daar willen ze kijken hoe de Afrikaanse jeugd geholpen kan worden aan banen. Siep, hoe belangrijk is deze top? Die top is zeker voor dit kabinet belangrijk. Voor alle Europese EU-landen is het belangrijk natuurlijk. Omdat het vooral voor ons althans in het teken staat van de migratie vanuit Afrika. De bevolking van met name Sub-Sahara-Afrika, zoals het heet, die is vreselijk snel aan het groeien. Dus die bevolkingsexplosie die leidt tot de emigratie onze kant op. En dat willen we niet. Nee. En dus die top die staat voornamelijk in het teken van deze migratieregeling. Het idee is, als landen hun mensen daar houden of terugnemen, dan krijgen ze geld. Dat noemen we vroeger ontwikkelingshulp en dat noemen we nu misschien iets anders, maar het komt hetzelfde neer. Frits van Brugge, zo'n top, we hebben dat vaker gezien. Daar wordt veel gesproken. Ik ben directeur van de AWB, heeft regelmatig vergaderingen, denk ik. Daar komt vaker denk ik iets concreters uit dan op zo'n top. Ja, maar het is denk ik ook niet makkelijk. Ik denk overigens, ik ben het helemaal mee eens dat het wel heel goed is om het in Afrika proberen op te lossen. Ja. Dus ik kan me die lijn wel voorstellen. Ik kan me ook voorstellen met hoeveel Afrikaanse landen zijn er al niet. Meer dan 40, geloof ik. 54 precies. En dan nog een hele hoop Europese landen, dat je daar niet in één top uit bent. Heeft u de verwachting dat er überhaupt iets concreets uitkomt? Want dat lees je nu veel in de krant, hè, Siep. Van ja, weet je, wat levert het eigenlijk op? Nou, dat levert veel op. Ja, en bovendien, we hebben niet veel keus. Kijk, als we Europa willen laten overlopen door de bevolkingsexplosie van Afrika, dan moeten we vooral niks doen. En een van de weinige dingen die kunnen doen is deals maken met de leiders van die landen. En er wordt in ieder geval over gesproken op deze manier. Het is al gaande. Dat is zeker al in 2015 is de eerste top al geweest die echt over dit onderwerp ging. En het is een doorlopende reeks. Dus je kunt wel, dat wordt vaak nu gezegd van die toppen en Europa en het vergaat het maar. Nee, het heeft enig effect. Er komen minder mensen deze kant op dan eerder het geval was. Landen werken daar al een beetje mee. Het is niet perfect, maar het is iets. En we moeten er niet te cynisch over zijn. Dus volgens Jan van der Beek zijn de grote migratiestromen een gevaar voor onze verzorgingsstaat. Hij doet onderzoek bij de universiteit naar migranten en stelde vast dat een groot gedeelte na 10 jaar nog steeds leeft van een uitkering. Nou, wat we zien is dat mensen die komen bijvoorbeeld voor asiel, dat daar ongeveer de helft van in een uitkering zit. Mensen die komen met motief gezin ongeveer 40%. En mensen die komen voor arbeid of studie, is het ongeveer 1 op de 5 die in een uitkering zit. En dat is dan na 10 verblijfsjaren in Nederland. En we hebben het dan over jonge mensen die tussen de 20 en de 40 jaar oud waren toen ze naar Nederland kwamen. Dus dat is heel fors. Ik denk dat het kabinet in samenwerking met de landen van herkomst simpelweg moet proberen de mensen tegen te houden aan de grens en ook terug te sturen. Nou, een van de problemen van Afrika is een laag opleidingsniveau. In ruil daarvoor zouden we in Nederland en Europa mensen kunnen gaan opleiden, maar dan wel met een deal dat ze naar de opleiding ook weer terugkeren om te helpen het land van herkomst op te bouwen. Goeie oplossing? Jan van der Beek bedoelt het goed, maar ik denk eerlijk gezegd dat het geen oplossing is. In die zin, wat voor talent loopt er, wat voor kennis is er in Afrika allemaal vergaard waar die hier schaars is? Dat houdt niet over. En als je gestudeerd hebt hier en je hebt de mogelijkheden gezien, dan is het natuurlijk een hard gelach als je weer terug moet. Ik zou het ook niet doen, geloof ik. Helder. Straks dan praten we verder met de directeur van de AWB, Frits van Brugge. U zag hem al over hoeveel de enorme monster...